Ella Kalsbeek, oud-voorzitter van de LAV sinds een paar weken. Heel erg fijn dat je bij de presentatie van ons nieuwe handboek Positieve Gezondheid aanwezig wil zijn. Ik kan me heel erg goed voorstellen dat deze methode gewoon heel goed werkt. Als je het een methode mag noemen, maar deze manier van werken, dat het heel goed werkt. En ik heb daar niet alleen bij jou, maar ook elders voorbeelden van gezien, waar ik echt onder de indruk was. Dus ik denk, nou, die kant moet dus gewoon op. Zo simpel is het. Ja. Prachtig, hè? Dat je echt uitspreekt van die kant moet het gewoon op. Ja. Je bent geen voorzitter meer van LAV. Het stokje gaat overgedragen worden aan Mirjam van het Veld. Ja. En tussendoor is Hilly Teveer, neemt even waar rondom ook het positieve gezondheidsverhaal. Heb jij concreet een tip of een boodschap voor haar en uiteindelijk voor de nieuwe voorzitter als het gaat om de huisartsenzorg en positieve gezondheid daarin? Ja, kijk, wat je nu. Kijk, het is dit, meer tijd voor de patiënt, positieve gezondheid, is dan zo'n onderwerp dat eigenlijk al een hele poos meegaat. Hè? En dan is het soms moeilijk om er weer een nieuwe push aan te geven. Maar ik heb me bedacht dat corona ons daar echt wel bij kan helpen. Er is als het ware nu weer een soort golf waar je op verder kunt surfen. En die golf die bestaat er vooral uit dat ook nu weer blijkt dat mensen die meer problemen hebben dan hun gezondheid alleen, dat die veel moeilijker bereikt worden door de zorg en ook door de vaccinaties bijvoorbeeld. Mm-hmm. En daar is natuurlijk in de kern gewoon hetzelfde aan de hand. Op het moment dat de dokter tijd heeft om te praten met mensen over waarom het zo belangrijk is dat die vaccinatie bijvoorbeeld genomen wordt. Of waarom het zo belangrijk is om nu toch wat aan je gewicht te doen. Of om toch eens te praten met elkaar hoe het toch komt dat er eigenlijk van het ene lichamelijke klacht de volgende klacht komt. Dat is nu wel een onderwerp wat hoger op de agenda staat. Preventie is ook zo'n onderwerp. Wat opeens weer in is. Alle politieke partijen die hebben het erover. Dus ik zou op die golf doorsurfen. He, dus dat meer tijd voor de patiënt, als je dat zo smal maakt dat je zegt, er moeten gewoon minder patiënten per FTE huisarts, dan weet ik niet zeker of dat voldoende is om daar een grote zoom aan te geven. Maar wel als je het dus verbreedt naar de tweedeling in de samenleving, hè, tussen arm en rijk en gezond en minder gezond, tussen preventie en curatie. Dat zijn toch hele belangrijke onderwerpen die volgens mij weer heel hoog op de agenda staan nu. En daar zou je op mee moeten surfen. Prachtig, ik denk een hele kernachtige boodschap. We gaan aan Hilly vragen om daar op te reageren en op te reflecteren.